Hallo mensen! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag doe ik een tutorial. Namelijk 5 stappen, hoe maak je een fake prank? Oké, jullie willen het vast allemaal weten, dus laten we gauw beginnen met de eerste stap 1. Zorg dat je de camera, of de camera's, op een hele opvallende plek zet waar de mensen die je prankt het eigenlijk gewoon kunnen zien. Stel je voor, in deze woonkamer vindt de prank plaats. Zorg dan dat je de camera gewoon hier neerzet. Want ja, het maakt toch niet uit of hij het ziet. Stap. Zorg dat degene die je prankt een paar keer onopvallend gewoon recht in de camera kijkt en ook wel een beetje lacht. Zo lijkt het namelijk alleen maar nepper en dat wil je toch? Je kan natuurlijk niet de camera vermijden, dus je moet af en toe even in de camera kijken. Gewoon zo. Stap 3. Zorg ervoor dat er tussen jou en je beste vriend of beste vriendin een heftige ruzie komt. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat de eerstvolgende video die je uploadt, dat het weer helemaal goed is en dat er nooit iets aan de hand is geweest. Stap 4. Zorg er wel voor dat al je kijkers abonneren op degene die je geprankt hebt. Want ja, jullie hebben wel een heftige ruzie, maar diegene moet nog steeds heel veel abonnees voor jou krijgen. Dus stap 5. De titel is ook heel erg belangrijk, dus zet gewoon in de titel gaat fout of gaat compleet mis of gaat helemaal hartstikke fout. Of erg super boos of echt helemaal boos of helemaal fout, gaat helemaal fout. Maar hey Wouter, als je deze 5 stappen nou voltooid, krijg je dan niet heel veel haat en dislikes en zo? Ja.